Ze is daar heel content mee geweest, maar vanaf toen is het eigenlijk steeds een beetje minder goed gegaan. En sinds een paar weken wisten we dat het niet meer kon keren, absoluut niet. Nu, we hadden toch wel interesse gehad van een paar neven en nichten uit Australië, alleen neven, die naar de reunie wilden komen, die hebben dat eigenlijk afgezegd. En één daarvan, die bijzonder graag hier had geweest, dat was Sue zelf. We hebben ook een foto van Sue en Jack mee. We hebben ze daar op de tafel gepresenteerd. En we hebben er een kaarsje bij gezet. En Luc gaat nu dat kaarsje aansteken. Om toch het gevoel te hebben dat Sue vandaag een beetje bij ons is. That we can't be with you all for the family reunion on Saturday. And I can't hold back the tears. We are needed here at this time, but our hearts are with you all today. We love you all dearly. Sue is at peace with her fate and bravely waits her Lord coming to take her home. We are all supporting here her family and each other. Auntie Stanny, we wish we could sing these songs with you. But maybe someone can arrange to play them for us at the reunion. And please all celebrate this great family we are a part of and the good times we share together. We send you our love in giant leaps over the moon. John and Marie. Laat ons absoluut de schuilfoutbode niet vergeten. Hè? We hebben onze schuilfoutbode. Hij bestaat volgend jaar, jubileumjaar, 15 jaar alsjeblieft. Dus we maken er nog gebruik van. Wij weten dat er heel veel mensen naar kijken. En wat we graag zouden hebben, is dat er nog iets meer mensen iets zouden willen insturen. Hè? Van verschillende families. Birthday to you. Happy birthday to you. Hooray! Hip, hooray! Hip, hooray!
Ja, dat is
En nou heb ik Maar dan is er een pensioen, dat gaat zo'n beetje zo. 4.068. Dat is een pech, en moet ik doen. Ergens op de maan. Op de maan. Bloemboek. Kiel. Wat is mama dan? Ja, dat wil je niet zien dat de botten die zo in Brussel of wel is. Ja, want ze zijn.